Je schrijft gedichten met je tong. Je schrijft op wat je hoort. Zoals andere mensen muziek horen als ze noten lezen, zo hoort de dichter het geluid van een gedicht. Daarom houd je van poëzie, omdat je houdt van het geluid van medeklinkers, omdat klinkers je vertederen, omdat je twee klanken voelt kloppen in je borst. Klank is de oerwortel van poëzie. Dames en heren, van harte welkom. Ankie Krog ook, van harte welkom. Ankie Krog vloog vanuit Zuid-Afrika naar Brussel om de eerste literaire gastschrijver aan de Universiteit Gent te zijn. Met een jaar uitstel door de coronapandemie verwelkomen we haar ook heel graag hier in de Paarse Zetel. Ankie Krog verwierf in de eerste plaats naam en faam als dichteres, maar was ook journaliste en bundelde een aantal essays en reportages in drie non-fictieboeken. In het Nederlands vertaald als De kleur van je hart, Een andere tongval en Niets liever dan zwart. Uit die boeken maakte ze een persoonlijke keuze die werd gebundeld in Hoe alles hier verandert. Het gaat om stukken die meestal dateren uit een van de woeligste, maar ook boeiendste periodes in de geschiedenis van Zuid-Afrika. De moeizame, geleidelijke overgang van het apartheidsregime naar democratie na de vrijlating van Nelson Mandela in 1990 en de eerste vrije verkiezingen in 1994. Maar ook in haar vele dichtbundels spelen deze geschiedenis en de meerstemmigheid van haar land een grote rol. Haar veelbekroonde werk is dan ook verbluffend, politiek en persoonlijk tegelijk, lyrisch, geestig en ook ernstig. Ze debuteerde in 1970 op 17-jarige leeftijd met de dichtbundel Dochter van Jefta. In 1999 verscheen al een bloemlezing uit haar werk onder de titel Om te kan asemhaal. Verder zijn er verschillende dichtbundels verschenen, waarin ook de vertalingen in het Nederlands. In haar dichtbundel Medeweten uit 2015 bijvoorbeeld presenteert ze opnieuw gedichten die zoeken naar begrip van de wereld. Op lyrische wijze behandelt ze hier ook het ouder worden, het moeder zijn, het grootmoeder zijn, het bestaan en de transformatie die Zuid-Afrika ondergaat. In Waar ik jou word uit 2017 vind je 25 gedichten die iedereen moet gelezen hebben. In haar nieuwste dichtbundel, Broze aarde, uit 2020, schreef ze een mis voor het universum, waarin de zorg voor de toestand van de aarde centraal staat. De grote kracht van Ankie Krog, haar poëzie en proza, is dat ze de ongemakkelijkheid van haar emoties daadwerkelijk voelbaar weet te maken. Wat zij aan den lijve ervaart, voelt de lezer dankzij haar macht over de taal net zo. Tot aan schuldgevoel toe. Maar uiteindelijk blijft het een hartstochtelijk pleidooi voor begrip en medemenselijkheid. Haar poëzie verbindt en verzoent. De gedichten zijn getuigen van een intrigerend textueel spel dat ver over de Zuid-Afrikaanse grenzen heen reikt. En dat heeft uiteraard te maken met die enorme kracht van haar poëzie. Een vitaliteit die overigens dankzij haar vertalers ook in het Nederlands van de pagina's spat. Ankie Krog. We gaan een gesprek hebben. Omdat ik weet dat u zo mooi en intrigerend voorleest en u de interactie met uw publiek heel belangrijk vindt, zal ik u vragen om tijdens het gesprek enkele gedichten voor te lezen ter illustratie. Bij het lezen van uw werk valt het op hoe verknocht u bent aan uw geboortegrond. U schrijft bijvoorbeeld hoe dichter bij Kroonstad, dat is denk ik de stad waar u geboren bent, hoe meer mijn ogen op hun plaats vallen. Ik ben er langzaam achter gekomen dat er grond is die zich hecht in je ziel. Mijn voorouders behoorden tot de eerste 6 boerenfamilies die zich langs de Valsrivier vestigden, lang voor de grote trek. Daar ligt uw oorsprong. Ja? Mag ik u vragen om eerst het gedicht Leef de mythe te lezen? Leef die mythe.
Hoe oneindig duisel die uiteinde van die grond als onsen, nee. Bloekom, wilger, populier monogramme van ons is hier geplant. Die spruit lauw saans van amandellig en een boerling sterre, tarentale en kiewiete wat eeuwe al uit die grasse tam. Plek wat nog altijd mijn gebeente kon breek tot taal, mij tot stemme wrong, mijn ingewande in buur, een soort hoortheelheid uithang als mijn diepste tong, hymnes en iets soos krakele uit mijn hars en korse skeur. Oor jou werf het ek safpotig intiem gesnuffel s'nachts, ruig van begeertes, afgodes en wraak. Versaligd losgelaat uit die sandklubhuis, se lichtvol vuis vir die nacht. Maar altijd as geërfde keer jy my na jou toe terug. Wat ook al verkeerd gedoen is hier grond. Nog nooit het jy ontkiem onder soveel sublieme beminning. Jou nasate oral versprei, kyk verruk op as hulle jou naam hoor, totdat een vlamme stream verlange tot stoppels seng. Mooi. Zo hebben we uw stem ook al eens gehoord. Hè? Als u na jaren afwezigheid terugkeert op die ouderlijke boerderij, luidt het: mijn keel voelt dik en verstoten. In mijn borstkast voel ik de pijn die te maken heeft met de onbeschrijfelijke intimiteit van ergens thuis horen en je ontheemd voelen. Is dat een gevoel dat blijvend is? Is die pijn er nog steeds? Wil twee goed sê. Die een, John Coetzee het een keer gesê dat mense lichaam kry maar een landskap lief. Mm-hmm. In jou hele lewe wil jy eintlik terugkeer na die landskap van jou lyf. En dit is die landskap van my lyf. Ek bly al langer in die Kaap as wat ek daar gebly het, maar as ek daar kom, dan voel dit my lyf hoort. Maar theoretisch sê ek vir myself, ek durf nie sê die grond is myne nie. Ek durf nie dink, ons durf nie dink die aarde is onsinne nie. Die aarde is nie onsinne, die aarde is sigself. Mm-hmm. En ek moet my verknochtheid, my, dat, dis myne, moet ek laat gaan van die, ek behoort aan die aarde behoort nie aan my nie. Mm-hmm. En ek behoort aan die grond, maar die grond behoort nie aan my nie. Wat blijvend aanspreekt in uw teksten is de manier waarop u het persoonlijke tot een metafoor maakt van die Zuid-Afrikaanse samenleving ook. Bent u daar bewust naar op zoek of is dat een vanzelfsprekendheid? Ek dink as mens begin skryf, of toe ek onder die hoogte van apartheid, het ek nie eintlik daaraan gedink nie. Dit is toch wel met die waarheidskommissie, wat jy skielik besef het, ek is nie 'n individu nie. Ek is nie net ek nie, ek is deel van 'n groepering, en die groepering word beskou as perpetrators, as oortreders, as apartheidshandhawers. En ek dink, mense het gevoel, jy hoort nie jou daarvan te distansieer nie, want dit is oneerlik aan die een kant. Alhoewel jy miskien probeer leef het teen apartheid in, het jy toch gebaat, jou hele lewe, die mythe van die grond is uiteindelik
een deel van jouw bevoorrechting. En jij moet verantwoording vatten daarvoor. Mm-hmm. Laat ons nog eens terugkeren naar die jeugd van u, naar die coherente Afrikanercultuur waarin u opgroeide. In 1970 schokte u de Goe gemeente met een gedicht over zwart en blank die hand in hand liepen. Dat gedicht heeft eigenlijk de koers van uw leven bepaald. Hè? Waar zwart en wit hand aan hand vrede en liefde kan brengen in mijn mooi land. Hè? Het gedicht vond zijn weg naar het hoofdkwartier van de ANC. Was het daar dat u de eerste keer voelde die kracht van die poëzie? Kijk, ik heb het niet geweten, nee. Ik was glad niet bewust daarvan. Nee. En toen die eerste digbundel verskyn in 1970, heeft mijn ma gezorgd dat die politieke gedicht niet in is. Nee. Want zij heeft gezegd, het besoedel alles. So, die gedicht is uitgelaat, die andere gedicht is uitgekomen. So, die gedicht is eindelijk verdwijn. En dit is eerst toen Ahmed Kathrada en Govan Mbeki die eerste oude ANC-lede vrijgelaat is uit Robben Island. Van Robben Island af toe hulle een verschrikkelijke grote rally gehou in Soweto. En een enorme stadion. En daar heeft Ahmed Kathrada die gedicht gelees, vertaal in Engels. En vertel dat het aangekomen is bij hulle op Robben Island. En hij leest die vertaling wat gedoen is in Lorenzo Marx bij die tijdschrift van die ANC. So dis toe wat ik eigenlijk eerst besef het hierdie, eigenlijk is dit verschrikkelijk. Mens voel, jy kan maar nou maar doodgaan. He. Jy het een gedicht geskryf toe jy 18 is en dit is die enigste belangrike gedicht wat jy waarschijnlijk gedoen het. Maar ja, ik was niet noodwendig bewust. Je was er niet van bewust ja. van, ja, oké. Okay. Ja, ja. Die verbondenheid is er met uw familie, ja, uw moeder, schrijfster, Dot Serfontein, wakkerde dat literaire vuur in u aan. Ze citeerde voortdurend gedichten en regels, kwam er een nieuwe bundel uit van Ingrid Jonker of Breit en Breitenbach. Dan las zij daaruit voor. En op de radio had je ook de grote Afrikaanse dichter Nicolaas Petrus van Wijk, Lau, hè, die als voordrachtkunstenaar gedichten liet lezen. En dan zaten jullie allemaal aan de radio gekluisterd. Ja. Om die verbondenheid met die familie kan u misschien ter illustratie het gedicht Om net als vroeger te lezen. Om soos vroeger. Om soos vroeger die kroonstad Viljoenskroon pad te vat en nader aan die afdraai te hoor hoe rits my gewrigte los, hoe sidder my vel as ek by die plaaspad middelpaadjie oorskakel na tweede rad vir die kyk, die kruie, tot waar ons werf oop blaai in boord, bees, melk en klip, en die geflap van bengels gaanse en die spruitwatergeur van wilgers voor mens die dubbel voordeur binnenstap. Hoe gons vrijdag skoonmaak, politoer en eisterklip, as ek sonder klop die klipgang op die hoor afloop, in julle aan het vertelle, aan het lachte, aan het koppies recht sit in. Een vignet aan die groot eetkamertafel van een soort behaaglike akkoord. Sonder omhaal skuif ek gewoon in op my plek. En die woord bevoorregting kom nie eens by my op, as ma my koffie ingooi en my beveel om reg op te sit. En pa die groen suikerpot aanskuif die beskuit. En ek sorgloos, dieploos, bloosloos deel in hierdie liefdesritueel. Ach, ek verlang na my pa en my ma, soos wat hulle was, daar aan die boopunt van die tafel.
of voor in die kar, geselsend in die hoofslaapkamer, en die wereld deur hulle vir ons in stand gehou, vol koring heilsaam en onvernietigbaar. So het dit gevoel. Ek hardloop julle van achteraf in en ek sit my arms om julle skouers. En ek loop in die warm wesendheid van julle knorrige gewetes. Loop liet swermend soos ek eens geloop het as julle kind, julle wit batende kind, oor die uitgestrekte werf van leens. Want kyk, 'n heerskare was onder ons hak. 'N gehaksel wat bloei. En ek dra met julle saam dit wat nou so skeur uit 'n haag van bloed en bitter wraak gebroei. Ankie Krog, dan leef je in een land met zwart en wit. Ras is het enige aan jezelf dat je niet kan veranderen. Dat wit zijn brengt steeds morele vraagstukken. Hoe gedraag je je? Tot welke groep behoor je? Hoe gaat u daarmee om? Ik zie dat diezelfde vraag al hoe meer ook hier gevraagd wordt. Nee, dit is, en hoe vinnig, sê mens nie, maar daaraan kan ek nik. Ek kan my geaardheid verander, ek kan my gesindheid verander, maar ek kan toch nie my kleur verander nie. Dan in Suid-Afrika sê swart mens, ja, ons sê dit al 300 jaar, dit is wat mens nie kan verander nie. Ja, dit is moeilik, en vooral nou met die hele golf wat kom van Amerika, van onreg en van die onmoontlikheid om by mekaar uit te kom. In die begin het jy gedink jy moet net jou gesindheid verander, jy moet probeer verstaan, jy moet probeer meeleef, jy moet probeer inleef. En dit word nou ook 'n vorm van kritiek. Ons soek nie jou simpatie nie, ons soek nie jou begrip nie, ons soek jou nie, ons is nie geïnteresseerd in wat jy dink. So dit is 'n ja, maar ek vind dit op 'n manier asof die gebonds teen jou identiteit of teen wie jy is of jou lyf maak dat jy baie intens lewe en ook in jou bevoorregting en jou dit wat jy is in perspektief sien. Ek vind dit op 'n verskriklike manier verrykend. En dit maak my dan ook, voel ek, nog weer skuldig. Ek wen deur hierdie woede. Ek baat by hierdie woede, want ek ontwikkel verskeie sensibiliteite wat ek nie voorheen gehad het. Mm-hmm. Ja, u legt dat ook mooi uit in het gedicht. Dat u eigenlijk geschreven heeft naar landbezettingen in Zimbabwe. Hè. Uit kleur komt nooit alleen. Misschien moet u dat ook nog eens voorlezen. Zal ik altijd wit blijven? Ja. Mensen zijn ook bang. Nee. Dit is ook, ja, dit is nog voor die rechte woede, dus wat je net. Na die grondinvasions in Zimbabwe. Het is maar een stukje, hè, van een één deel van het gedicht. Ja. Goed. Zal ik altijd wit wees? Maak niet saak waarvoor ik staan, bij wie ik skaar, wat ik doen, wie mij ondersteun nie. Zal een zwart man op een dag in mijn gezicht gil, voetsek, fok of, in mijn huis oorvat, in mijn president bly stil, in zijn kabinet en die oorblijvende wit kamerads. Sal ek op 'n dag forceer word om te besef swart en wit het niks gemeen nie. Nie waardes nie, nie medemenslikheid nie, selfs en veral nie geslag nie. Is kleur die alles bepalende faktor? Ek kan hoe lief hê, hoe hoort, wit, klop my hart.
En dan hebben we het over die apartheid in Zuid-Afrika. Dat werd na een lange strijd afgeschaft in 1990. De witte minderheid verloor daarbij haar politieke machtsmonopolie. De witte bevolking in Zuid-Afrika moet zich verhouden tot een nieuw soort maatschappij. Hoe gaat de witte Zuid-Afrikaan daar in zijn dagelijks leven mee om? Ja, als je vraagt, als je die wit mensen, hebben het alles verloor. Als je met zwart mensen praat, ze hebben het nog steeds niks gekregen. So, het is een ongelukkige land, waar allemaal misschien kwaad is. En toch, ik denk, ons is ondankbaar om niet genoegzaam terug te kijken. En dan skielik ook een verschrikkelijke actie tegen iemand zoals Nelson Mandela en aartsbisschop Tutu en die waarheidscommissie. Dit is die drie groot redenen voor waarover die land zwaar krijgt. Is die drie dingen. Wat eigenlijk ongelooflijk onrechtvaardig is. Want het is eigenlijk al drie. Die enigste succesverhalen van ons land is die drie. Maar goed, ik denk ons vergeet hoe erg dit was. Ons vergeet die onderdrukking. En dan vergeet de mens die gevolgen van kolonialiteit, van apartheid, van wat het psychisch doen, generatie op generatie. Dat je ook in een zin. Die mensen wat beklei het tegen elkaar, sê iemand soos Nelson Mandela wat in die tronk was, het op een punt besluit, jy krijg goeie wit mense en slechte wit mense, jy krijg goeie zwart mense en krijg slechte zwart mense. Aartsbiskop Tutu ook. Hulle, dis asof hulle een bereidheid gehad het. Maar hulle kinders en kleinkinders sien dit nie. Dit is die agressie. En dan denk ik aan die boerenoorlog. My opa en oma was in die boerenoorlog, maar my oma het Engels Shelley gelees, hulle het Engelse porselein gekoop, hulle het Ierse linne maar my ouders was teen die Engelse. So dit lyk asof die tweede, derde generatie eindelijk die haat vat, wat die eerste is probeer het om te vermy. En so daar is een verharding, maar ik denk op hierdie stadium is daar ook een wanhoop nou in die land, vooral na COVID en die ongelooflike werkloosheid. En ja, dit lyk op die keer voel het asof jy op een vulkaan sit. Over die transformatie van Zuid-Afrika schrijft u in mee te weten het gedicht Mirakel. Ja. Ja, ik denk dat het ons vergeet. Dit. Ek behoort aan hierdie land. Dit het my gemaak. Ek het geen ander land as die land nie. Mateloos is my liefde vir die land. Verwikkeld, gehard en onomwonde. Ek glo nie aan wonders nie, maar die vreedsame vrymaking van my land was 'n wonder. Onkant en leghoofdig bly dit my by, die weergaloosheid bly my by. Ek weet die land wat nou in proteste brand, is eenmalig gefabriseer uit hoop. Dit bly my by, selfs terwyl alles skrompel, tekortskiet, in duie stort, sneeuwel, 'n bespotting word. So sand sif die oomblik, wat as pendant vir wraak ons eenmaal gegin is, tussen ons vingers weg. Ek behoort aan hierdie land, dit het my gemaak, ek het geen ander land as die land nie. Prikkelbaar, beledigd, vermors ons mekaar en vergiet strafloos mekaarse levens. Ons wou het toeverlaat skep vir die armes, die gewoones, die helde, die lieflikes, die talentvoles, die verminktes, maar ons begrafplaas is slik van infeksie geïgnoreerdes, vermoordes, verkrachtes, hartgebrokenes. Ek weet, my land is eenmalig gefabriseer uit hoop, dit bly my by. Terwyl ons luister na die waaiergeluide van ons leiers,
gort dor van niksheid. Mateloos is my liefde vir die land, verwikkeld, gehard en onomwonde. Ons is bezig om die prooi van onszelf te word, vastgevang in hepsig en een onvermoe tot visie. Ons het geen benul meer van hoe om anders te wees as gewelddadig en angstig, as brutaal teenoor mekaar nie. Ek behoort aan hierdie land. Dit het my gemaakt. Ek het geen ander land as die land nie. Mateloos is my liefde vir die land, verwikkeld, gehard en onomwonde. Ek glo nie aan wonders nie, maar die vreedsame vrymaking van my land was een wonder. Onkant en lighoofdig bly dit my by. Die weergaloosheid daarvan bly my by. Ja, jullie hebben maar een stukje gezien van de vertaling. Mijn fout. ik had er maar een stukje uit gehaald, het eerste stukje, maar je hebt het volledig gelezen. Maar geeft niet, hè, we hebben genoten van het verhaal, het was vrij duidelijk. Ja, Country of My Skull is een neerslag van de ervaringen en indrukken die je opdeed als radioverslaggeefster bij de hoorzitting van de Waarheids- en Verzoeningscommissie. Het boek is één lange reeks gruwelijke en verbijsterende getuigenissen van moord en marteling. U doorweeft die tekst ook met persoonlijke opmerkingen en opinies, anekdotes, stukjes poëzie en literatuur ook. Hoe kijkt u op die periode terug? Ik denk dat die periode zeer ingrijpend ook geweest is. Hè? Ja, ik denk dat het zeker een van die sterkste levenskurwes wat ik beleef het. En juist omdat het na apartheid jou laat deurbreek het tot die land en tot die waarheid van die land. En dat jy een geweldige klomp goed gesien en ervaar het, wat jy nie antwoordde, wat jy nie kon verklaar nie. Ek kon nie verklaar dat ek is christelijk nationaal opgevoed, maar hier langs my sit een communist soos Albie Sachs, en hy is meer vol genade en vol omgee as ek. Daar is iemand soos Nelson Mandela, wat ja, aartsbiskoop Tutu, wat vir jou een menslikheid openbaar, wat jy het nie besef so iets bestaan in die wereld nie. Jy het miskien daarvan in letterkunde tegekom, een soort van menslikheid, maar hier is mense wat dit leef en hulle geskiedenis sê vir jou, dit druis eintlik in, hulle behoort haatdraande monsters te wees, terwyl die monsters is eintlik aan die ander kant wat christelik opgevoed is. Ja nee, dit is en ek sal nooit ooit in my lewe kan sê dat dit 'n verkeerde ding, dat dit 'n mislukking was, dat dit het baie foute gehad, dat dit uiteindelik die oortreders laat wegkom, dat dit uiteindelik nie die mense vervolg nie. Maar daai moment van deurbreek van 'n hele samelewing, dit was nie net 'n paar mense wat agter in 'n kamer gesit het en getuies agter 'n geslote deur gehoor het nie, dit was 'n kalfuis vir elke Suid-Afrikaan. Ja, maar was het idee om die slagtoffers en die daders met elkaar te verzoenen, was dat toch wel een teken van optimisme? Nee? Nee, want die oorsprong van die Waarheidskommissie is die amnestie wat moes gegee word aan die leer en aan die army en aan die politie en aan die staatsdienst, wat die demokratiese verkiesing moes beskerm. Nou, hulle weet, as hulle kyk na die ander lande, na dit gaan hulle hang en hulle gaan tronk toe en hulle gaan hof toe. So, hoekom sal hulle hierdie deur beskerm vir die demokrasie? Want een man, een stem is hulle einde. So, om hulle te kry om dit te beskerm, sodat jy 'n demokratiese parlement kan hê, waaruit jy 'n demokratiese grondwet, want ons het ook nie een oordentlike grondwet, het een tussen interim grondwet gehad. So, wat doen ons met nie gesê, hulle sal amnestie kry, daar sal een proces wees, in die interim grondwet staan dit, daar sal een proces wees
na die verkiezing van amnestie vir verkeerde dade. So dit het ons daardie. Maar toe die wetgeving geskryf word, toe is die parlement demokraties, die parlement is swart. Die parlement sê, maar ons kan nie net, ons wil nie net hoor van die daders nie, ons wil hoor van die slagoffers, ons wil hoor hoe het mense gelei. Ons wil hê, so uiteindelik is die wetgeving geskep met die ideaal van dat eintlik as almal mekaar hoor en almal, dan kan daar 'n begrip ontstaan. Ja, u heeft de traditionele Afrikaanse blik op vergeving ontdekt. Zij noemen dat Ubuntu? Ja, maar ik voel altijd, ek behoort nie daai woord te gebruik nie, omdat ek nie 'n volle begrip het daarvan nie. En ek het dit nie. Elke keer wanneer ek daarmee in aanraking kom, besef ek verstaan dit nie. Ja, dat is iets in die Ubuntu-filosofie wat Tutu bijvoorbeeld achterstaat, waar hij als zijn filosofie beschouwt. Ik noem dit interconnectedness, interverbondenheid. Interverbondenheid is een beter woord voor u. Ja, maar het is ook niet net een interverbondenheid. Het is een interverbondenheid wat leidt tot een heelheid. Met andere woorden, als ik verbonden is aan jou, word ik een beter mens omdat ik verbonden is aan jou. So, dus een interverbondenheid tot een groter heelheid. Mm-hmm. Als die interverbondenheid zo nastrevenswaardig is, waarom gaat het dan nu zo slecht in Zuid-Afrika? Ja, het is... ik zou zeggen, dit is juist omdat het op manieren levendig is en verwoest is. Want jy het een verbondenheid onder een groep mensen gehad wat jy eerst beskadig het deur slavernij, deur mense terug uit die continent en hulle ergens heen te vat. Dan het jy kolonialisme gehad, wat dit diepgaande beskadig het. Dan in ons land het jy daarna apartheid gehad. So jy het, het is een reeks van verwoestende ingrypinge daartoe. En jou filosofe, jou Afrika-filosofe sê, dat dit eindelijk verstommend is, hoe sterk dit oorleef, ten spuite van al die verwoesting. My eie interpretatie waaroor dit sleg gaan, is omdat jy basis twee ontologieën het, van wat maak my 'n mens. En die een is die verbondenheid. Maar jy het een ander een wat glo, ek is een individu, ek is een christen, ek is westers, as jy skuldig is, maak het nie my skuldig nie, as hy verkeerd gedoen het, het het niks met my te doen nie. En dat daar een gevoel was, dat as jy by swart mense, dat kom ons gee die wittes een kans, as hulle eers agterkom, wat hulle gedoen het, wat verkeerd is, dan maak ons allemaal saam die land reg. Mm-hmm. Maar dit is nie so verstaan nie. Ek weet, my eie familie het gevoel, hoekom haat hulle ons nie? Wat se vergewe is dit? Wat gaat hier aan? En dit is eintlik 'n westerse ingesteldheid. Jy sien neer op vergewing. Mense sien neer of dink, maar wat gaat aan met Mandela, dat hy wil vergewe? Ek meen heerlikheid. Jy moet haat, as iemand haat, verstaan jy. My ma sal sê, die Russe haat. En dan kan ek die respek in haar stem hoor. Wraak, ons verstaan wraak. Wraak wat, jy weet, hier soos in Europa, hier vir leiers en eeuwe le en broei en dan uitbreek. Dis ons taal daar. So jy het hier... Ja, en nou kom jy achter, maar wit mense gaan net aan en sê, oké, Here, maar julle moet nou regkom, dat ons kan aangaan en kom ons gaan nou aan, vergeet nou van die apartheid, kom ons gaan nou aan. Ja, maar kyk, hoe onreg is dit nog steeds, nee. Mm-hmm.
Ja. En apartheid is in wese, en kolonialisme is in wese korrup. So jy is nou verbaas oor al die korrupsie wat nou so uitkom? Is jy nou verbaas daaroor? Ja, ek weet nie. Anyway, het is... We hebben dan... Maar dit is nie reg nie. Laat ek net, soos dit is nie reg, laat dit so sleg gaan met ons. En dan heb je een figuur als Nelson Mandela. Je zegt daarover, of je schrijft daarover, wie is Nelson Mandela precies? Ik weet het en ik weet het niet. Hoe dan ook, weet ik lang niet genoeg over hem om een gedicht over hem te schrijven. En even belangrijk, kan ik op een bevel een gedicht schrijven? Maar later heeft hij toch over hem geschreven. En een heel mooi lang gedicht ook. Bij zijn sterven ook. Misschien moet je het deeltje lezen bij het graf van Mandela. Ik word niet... Ietsje vertel. Ja. Nee, ik wil net gewoon ietsje vertellen van toen ik gevraagd om een gedicht. Ik blijf nu op die klein dorpje en ik moet een gedicht schrijven voor een groot rally van duizenden zwart mensen voor Release Mandela. Moet ik een gedicht schrijven en ik is bang en ik weet niet hoe niet en ik kan niet. Ik lees niet voor mensen. Ik schrijf toen gedicht in indigenous language en in Engels, een beetje Afrikaans en zo. En toen ik opdaag daar, en ik begin zo lees, toen kom die zwart oral poet naar mij toe. Ze zegt mij, nee. En hij geeft mij een loudheiler, wat is dit? Een megafoon. Een megafoon. Hoe zeg je dat in het Zuid-Afrikaans? Nee, is een megafoon. Ja, okay. Hier is zij nou. Hier is zij nou. En dit was zo ongelooflijke voor mijzelf deurbraak in gedichte voorlees. Hij sis hier in mijn oor. Respect your audience. Respect your audience. En ik is groot gemaakt, westers, dat dus gedig is op papier. Ik wil niet dit lees voor iemand nie. Ik wil niet weten wie leest het nie. Ik lees niet zelf nie. Je weet, ek is hier. Nee, en hier krijg je een ander manier van een dichter wees. Van dat jij ja, af. So ik lees dit graag. Bij die graf van Mandela. Hier is hij nou, die een wat ons aan elkaar gebind het. Mag hij hom voor altijd in die volheid van vrede bevind. Hij van die grond van ons land. Hij van die zingende bloed van ons allemaal. Hij slaapt nou. Hij wat aan ons uitgedeeld het met de hand wat gewoond is om te gee. Hij wat nooit opgehou het om zijn lieuw hart met elkeen te deel nie. As hij merkwaardig was, so is ons. Sê ons wat die gewoonis is. Laat ons van nou af vir mekaar omgee. Fluister ons by die graf van die mededeelsame. Laat ons verbondenheid van nou af vier, pleit ons bij die delegaties in die zachte sitplekken. Het is een deeltje, hè? Het is een heel mooie verzameling van allemaal korte stukjes rond Mandela. U hebt ook zijn autobiografie vertaald, hè? Ja? In het Zuid-Afrikaans, want het was oorspronkelijk geschreven in het Engels, hè? Laten we eens naar die taal gaan kijken. Gedicht over taal, ik laat u meteen al het gedicht lezen, dichter wordende. Dan krijgen we al een idee wat schrijven en dichten voor u is. Dichter wordende. Om op een ochtend wakker te worden binnen een klank. Met vokaal en klinker en diftong. Als voel spriet, om met aarzelende zorg die effenste roerings van lucht en verlies
een klank te kalibreer. Om jouself met eens gekniel te vind bo oor die hoorbaar kloppende wand van een woord. Soekend na daardie precieze moment wat de versreel vol loop in klank, wanneer die betekenis van een woord soog begin glij en om eindelijk oorgee aan geluid. Van dan af smag die bloed na die incantatie van taal. Die enigste waarheid staan gevel in klank. Die dichter dig met haar tong. Sy haal asem, ja, diep uit haar oor. Vind ik een heel mooie. Ja, u schrijft in Zuid-Afrikaans en toch drukt u ook vaak een vorm van afkeer uit ten opzichte van die taal. U vraagt zich af in Country of My Skull hoe te leven met het bewustzijn dat de taal van uw hart ook de taal van martelingen en dood is. Is het moeilijk om dat Afrikaans te bevrijden van dat verleden als u schrijft? Ja, dit was baie moeilijk voor die waarheidscommissie, want mensen het getuig en dan wanneer hulle die brutaliteit doen, dan doen hulle dit in Afrikaans. Dan is die skel is in Afrikaans. En dit was verschrikkelijk pijnlijk. Ik denk dat mensen het vroeg besef, die bevrijding van Afrikaans gaan niet lee bij ons nie. Die bevrijding van Afrikaans lee in die meerderheid wat om praat. Wat nie wit is nie. En dit is daar is een groot bevrijding van Afrikaans aan die gang met een nieuwe woordenboek, met een phalanx jong, scherp dichters, wat eindelijk niet is, nie net gezien in die Afrikaanse context nie, maar ook in die Suid-Afrikaanse context, is daar een geweldige nieuwe input wat een letterkunde bring, ja, wat ons niet kon brengen. Nie. Ja, die Afrikaanse taal is een vrij jonge taal en daarom eigenlijk ook heel erg geschikt om mee te spelen. Hè? Waar die taal niet toereikend is, daar vult u hem aan, die taal. Maak je nieuwe woorden ook. Ja, ik kom achter mijn vertaler sukkel, van het zou zeggen, Ankie, maar daar is nie, die woord is nie in ons, nee. Dus ek, ja, hy bestaan ook nie in Afrikaans nie, ek het hom gemaak. Ja, nee, dit kan ons nie doen nie. Ja, en dit is, eindelijk krijg ek julle jammer, dat julle nie kan so makkelijk nieuwe woorde maak nie. Net soos ek het een gedig geskryf vir een vriendin van my, Duitse vriendin, wat verjaar, oor een tuin, en hoe mooi is een tuin, en so. As een vrou nie, die tuin is dus nie, maar dis der garten. Jy kan nie praat van die tuin as een vrou nie, dis manlik. O, vader, as jy nog gender ook by alles wat by sit, is dit skrikkelijk toch. Hoe komt zo'n gedicht bij u dan tot stand? Wat is een gedicht? Hoe ontstaat een gedicht bij u? Ek is nou soos voor COVID en na COVID. Toe ek jong was en toe ek oud, nou dat ek oud is. Toe ek jong was, het dit gekom. Dit het gebeur. En hulle praat van the given line. Nee, dit kom die reel. En betek keer val hy weg, betek keer is dit die slotreel, betek keer is dit die beginreel. Maar nou dat jy nou dat ek ouder word, is dit die kliere werk moeiliker, maar ek kom achter, ek werk meer in idees, en ek concipieer ook bundels. In die laatste bundel die je geschreven hebt, is dat zeer duidelijk waarschijnlijk. Ik heb hem zelf niet gelezen, maar wat ik erover gelezen heb, heeft u een heel concept opgebouwd.
Ja, ik was gevraagd om een mis te doen voor samen met de componist voor een zwart koor. En toen zei ik nee, ik is niet gelovig genoeg voor een mis nie. Ik is ook niet katholiek nie. En toen die nacht word ik wakker en denk nee, ik wil een mis doen. Ik wil. En ik wil God vervangen met die zon. En sierstof met die Heilige Geest. En ja, dit was. En dan die taal, dan lee daar. Die katholieke mis is vertaal in Afrikaans. In Zuid-Afrika. Prachtig vertaal. En daar lee het. En onmiddellijk het die taal een religieuze intensiteit. Wat jij wil hee, als mens met praat over die aarde. Aarde, vergeven mij ons schulden. Aarde, vergeven ons. Dit was heerlijk om te doen. Mm-hmm. En daar is een kerk, in Amsterdam, waar die geloofbelijdenis van ik geloof in God die zoon, zondaar doen. Nee? Pleks van die christelijke een doen hulle die. Ja, ik vind het fantastisch. Als een bundel eenmaal af is, las ik, raakt u niet alleen in een depressie, maar ook heel onverschillig. U wordt een gevaar bij het oversteken van de straat. Er is geen enkele reden meer voor u om te bestaan. U denkt ook altijd dat u niet meer kan schrijven. Ja. Ja, dat mensen op belangrijke manieren mismaak. Nee, jy is een mismaakte persoon. Wat net klik als dit skryf, dan al die mismaaktheid maak sin. So as jy nie skryf nie, moet jy te langzaam leef met jou mismaaktheid. En as jy nooit weer kan skryf nie, dan is dit net die mismaaktheid wat oor is. Ja. Nu, u kan het volledige leven in uw poëzie lezen en u hebt ze daar ook in gevangen. Dus ook gedichten over oud worden, de menopauze. Is het moeilijk om het te beschrijven, op zulke dingen te beschrijven, op een menselijke, tedere en eerlijke manier? Ja, dit was werkelijk moeilijk, want jij hebt geen voorbeelden gehad. Nee. Ik heb niet voorbeelden gehad van oude dichteressen. Als je een rechtige goede dichteres is, pleeg je natuurlijk zelfmoord, weet je, vroeg genoeg. Maar als je nou oud wordt, wat? En dan kijk je naar die mannelijke dichters, en mannelijke, oude mannelijke dichters, het allemaal jong vrouwens of geliefdes, of hulle skryf oor belangrijke zaken, soos die skoonheid, die dood, die liefde, God, nie God. So, as jy begin skryf oor menstruasie, ja, menopause, daar is nie eers, ek kon nie eers die menopausale, ek sit mis dit in een gedicht. So, dit was rechtig. Misschien moet je toch maar eens illustreren met sonnet van de opvliegers. Ja, waar komt die woord van jullie vandaan? Hoe praat jullie van opvliegers? Dit is zo wonderlijk. Het is ook zo dat die bundel in Zuid-Afrika niet geliefd was. Hè? Dat die voorblad vooral was baie geskok, want het die voor zo boos. En so hand, die ou vrou se hand, wat so hang voor die boel. Ja, en die winkels was ontsteld, die lesers was ontsteld, en sê, hoe kan ek nou in die vliegtuig sit, en nou lees met die kale vrou, kaal ou vrou, nee, een ou vrou, kijk, is dit die jong vrou, was het niemand gehoorie nie, maar een ou vrou is toch mis nou een skande. Okay. So net van die warm gloede.
dat zei. Iets kram jouw rugmurg, ergens vast. Jij voelt hoe sprei een pasgestichte angst vanuit jouw borst. Jouw aren loopt met vuur, jouw vlees ontvlam, jouw hart kook vuur vast voort. Jouw benen bak naar buiten, jouw gezicht versing, jouw wangen spuug in vuur en vlam. En telke male breek jy uit omhulsel zweet. Jouw veld brandt, lichte laaien, schuif jij. Op jouw stoel dan weet jij hoe een vrouw op hete kolen zit, terwijl die menopause haar sappigheid verwoes. Dit is genoeg. Soos een krijger staan jij op en gooi jouw wapens vlammend weg. Jij grijpt die dood. Jij drukt zijn fokken neus in jouw klipperige kaal geplukte poes. Ja, maar zo staan er nog een paar in die echt wel heel grappig en schrijnend ook wel zijn. Hè. Een ander onderwerp waar u eerst angstvallig niet wou over schrijven, was over kleinkinderen. U vond, u las een aantal gedichten van collega's en u vond dat maar niks, maar u had dan zelf kleinkinderen. En zo heb je geschreven slapen in, het kamer van een, in de kamer van een meisje. Misschien ook lezen? Ja, het is ook moeilijk om te denken, mag jij oor een klein, is een kleinkind die waard om oor te schrijven? En mag jij niet sentimenteel wees? Met andere woorden, kan jij een eerlijke gedicht schrijven wat niet die kind beschadigt? Nee, het is alles niet zo eenvoudig. Nee. Oké, hier is een interessante vertalingsverschil. Die Afrikaans sê Tannie. Tannie kan sien. En Alfred Schaffer het dit vertaal. En hy het gesê, dit werk glad nie in Tannie. En hy het dit verander na Oma. Mm-hmm. Okay. Oma kan sien hoe netjes jy is. Hoe precies alles in jou kamer gepak is. Hoe jy jou best doen. Hoe jy jou rooster by jou studietafel plak, hoe sorgvuldig jy jou wekker stel, hoe jy as oudste kind net jou best doen. Altyd jou best doen, jou heel beste best, soos wat jy beste best doen verstaan. Maar vanochtend, toe jy jou sap omstamp, sien ouma vir 'n oomblik hoe angs in die hoeken van jou gesmelte groen oe flikker. Die angst dat bes niet tel nie, dat bes niks bring of uiteindelijk tot niks lei nie, dat bes anderse beheer oor jou is, en vooral dat jy dalk net een gewone dochterkie is. Oma weet hoe best doen jou vir die rest van jou leven hiermee ongelukkig gaan maak. Wat wilde u meegeven met dit gedicht? Wat wilde u... Dit is die ding dat mens as kind drome het, dat die drome, dat daar vir jou gesê word, as jy jou best doen, gaan jy jou drome kan verwesenlik. En dat jy dag op 'n dag as 'n meisie of as 'n vrou sit en dink, maar ek is 'n gewone vrou, ek het... En dat jy dan nie die vermoë ontwikkel het om dit te aanvaar. Ja, dis ek is 'n gewone vrou, ek bly in 'n huis, ek doe. En dat jy dan ongelukkig is daarmee. En dit is vir my verskriklik. Mm-hmm. Dat jy nie die vreugde van 'n lewe, van 'n gewone lewe, beleef nie, maar ongelukkig daarmee is, omdat jy so jou bes gedoen het en gedink het, iets niets gaan hier uitkom. Ja, mooi. Ja.
U bent ondertussen writer in residence hier. U was ook ooit in Duitsland en u gaat hierbij ook nog naar Nederland. Hoe voelt dat hier in Europa zijn? U heeft daar een aantal dingen over geschreven, ook over uw verblijf in Duitsland. Hoe voelt u zich thuiskomen in Europa? Of voelt u zich even vreemd als een Europeaan zich bijvoorbeeld in Afrika voelt? Ik onthoud de heel eerste keer toen ik geland het. Die was nogal een Belg, Jan de Loof, wat ons kom haal het in die land ingevat. En ik was zo bang, hier kom ik aan en ik besef, maar hier, dis hier, ik hoort hier, dis mijn plek, ik wil hier, dis hier, is mijn mensen. Ik was bang voor dit. Maar nee. Mag glad nie. Ek is so oorbewus van hoe derde wêreld ek is, en dan is ek aanhoudend bewus van die ontsaglike bevoorregting wat hier is. As ek my voete so op Schiphol se vloer neersit, dan sien ek net bevoorreg, dis ek 'n goeie vloere, dis ek 'n goeie stoele, dis ek 'n sterk materiaal langs die mure, dis kwaliteit, wat geld, wat die... Nee. En ek sien mense wat so oud is, soos my vader was, toe ek die kelners, oh, wit mans is kelners, nee, dit sal by ons nie. Goed, so ek, dit was vroeger, dat ek is, nie, en ek het het gemis, ek mis die, maar nou, moet ek eerlijk sê, as ek hier aankom, voel ek hoe Suid-Afrika so van my afval. En na die tweede dag, dan kyk ek nie meer nuus nie. Ek kan loop in die nag, 11:00, terugloop, dis veilig. Niemand weet ek is 'n bevoorregte wit persoon van Suid-Afrika nie. Terwyl jy kan nêrens in Suid-Afrika loop, wat jy nie eintlik jouself accuse nie. Hier is niks, so ek haal wonderlik hier asem. Mm-hmm. Maar ek dink ek sal sleg word as ek hier bly. Mm-hmm. Misschien moet u dan uit het gedicht Visioen van een Natie lezen. Het is een heel vroege gedicht. Visioen van een natie. Hoe lang meen ons om hier uit te hou? Ons wat gestrand is teen hierdie geil vasteland, sonder om ooit in Afrika onloonbaar aan te land. Ons in huise van American colonial style, wat ons omring met parke en tuine om die aanspraak van die landskap te ontsnap. Wat loop op kelems, gesels in 'n Nederlandse dialek, wat Duitse liede luister en Engelse poësie lees, wat soggens spek en eiers eet, westerse modes aan ons basse hang, vakansies noord verby die vasteland vlieg om in stamlande te gaan verdrink in musiek en kunsgalerije en met die terugkeer onder Domsaite se Pruisiese skildery uit Finse glas Glenfiddich te drink. Hoe dan nie? Hier is ons na 3 eeuwe nog niks anders as 'n stukkie curiosum westers. Hoe ziet u verder uw eigen toekomst in Zuid-Afrika? Ik denk dit is die wonderlike van ouderdom. Is dat eintlik iets herfs gebeur in jou kop. Jy kyk nie na, jy kyk, begin terugkyk, en in Suid-Afrika op hierdie stadium om oud en wit en arm te wees, gaan verskriklik wees. Om oud
arm en zwart te wees, is reeds verschrikkelijk. So jy het, mens, jy, ja, so dit is eigenlijk maar een fysische ding wat jy bedink, is hoe beveilig ek my, hoe bly ek nog nuttig, maar misschien is dit niet zo belangrijk nie. Hoe is ik niet een aanstoot nie? Hoe is ik niet een hindernis nie? Wat ik wel wonderlijk vind, is dat mens werk met studenten nog, en dat ik baie werk met jong dichters, baie werk met manuscripten en beoordelen enzovoort, so jy bly daarbij betrokken. Ja, maar ik ik denk ook, als een mens, writersblok is wat jij eigenlijk krijgt van wie een ego. Jij hebt een ego wat komt leer op jou, wat maakt dat je eigenlijk niet kan creatief wees nie. En dit is ook gelukkig dat ik een familie wat die hele tijd laat het. Net as ek kom so 'n bietjie by mekaar het, dan vernietig hulle dit weer, so dat ek kan aangaan miskien. Maar ja, ek weet nie, ek dink glad nie aan die toekoms, dit maak my dag per dag. Nee, weet jy, ek en Jake Scherl, wat 'n wonderlike groot krag was in Nelson Mandela se opzet. En ek en hy het eendag gepraat oor hoe haat ons die vraag als iemand sê, waar sien jy jouself oor 5 jaar? Ons haat die vraag. En hoekom? Omdat nie hy of ek het genoeg verbeelding in ons koppe om te kon verbeel, imagine waar ons nou is nie. Ons levens het ons totale verbeelding voorbij geskiet. Ja, en hy ook, dat hy Mandela se regterhand is, daar is nie 'n manier hoe hy as 'n bruin, arm seun uit die Ooskaap kon dink, dis waar hy eendag sou eindig nie. So ek probeer nie dink aan die toekoms nie, ek hoop weer eens skiet my lewe, my verbeelding verby. Ja. Maar ek veronderstel dat u nog wel veel gedigte sal skryf, byvoorbeeld. Ek is ook te bang om dit te dink, van nou raak ek depressief, jy weet nou. Oké, ek hoop dat dat uw verblijf hier in Gent, dat het toch wel een beetje inspirerend is om dan toch nog een aantal mooie gedichten van u te krijgen. Ik kan mij inbeelden dat ook het publiek misschien nog een aantal pertinente vragen heeft die bestemd zijn voor Ankie. In deze extra perse zetellezing maken we daar graag ook even tijd voor. Dus ik zou zeggen, ik geef jullie het woord. Er is een micro ter beschikking, dus als iemand een vraag wil zeggen, geven we komen we met de micro bij u, als u uw hand opsteekt. De eerste vraag is altijd de moeilijkste, denk ik. Ja. Iemand? In Vlaanderen is dat toch altijd een... ja. Toch iemand? Ja, oké. Okay. Hallo, mijn naam is Isabel. Ik had een vraagje. U zei daarnet... je ego maakt dat je niet creatief kunt zijn. Zou u dat nog een klein beetje meer kunnen duiden of toelichten? Dank u wel. Ja, het is eigenlijk een throwaway zin, maar dit is een baie belangrijke ding om oor te denken. Wanneer die ego te groot raakt, dan maakt het jou vrees bevangen voor mislukking. Want die ego kan nie die mislukking hanteer nie. En so jy kan nie creatief optree nie, want die ego versteur dit. Dis aan die een kant. Maar aan die andere kant, om te kan skryf, om te dink, ek het iets te sê, moet jy 'n ego hê. En dit is een dus die bestuur van die ego, wat eigenlijk die kunst inleen. Ek
vind dat vrouwen schrijvers bestuur die ego baie beter als mannelijke schrijvers. Ik vind dat het en betekent dat hulle zelfs gades wat hulle aanhits in hierdie onmoontlike egos. Maar ja, jy, ek denk ook als jij risico's vat in jouw werk. Nou, voor mij voelt dat elke bundel wil ik voel. Ik spring van een waterval af. En ik weet niet of ik ga doodval onder en of ik ga opkomen. Met andere woorden, ik verwacht van mijzelf elke bundel moet zoveel kansen vat, zoveel nieuwe dingen of sê of doen, dat dit kan misluk. Die kans om te misluk moet daarin wees. Anders skryf, dan is dit veilig. Natuurlijk kan mens veilig skryf. Jy weet wat werk. Maar dit voel vir my, die ego is dan bang vir daai groot risiko. Wacht misschien eventjes tot als de micro bij u is. Hartelijk bedankt. Uw stem is ook de stem van de aarde. U hebt een magnifieke manier om de wind en de aarde te laten spreken door jouw eigen stem. En je handen zijn ook een gedicht, moet ik zeggen. Ik zat constant naar je handen te kijken, die een magnifiek gedicht tekenen, constant. Mijn vraag is de volgende. Ik heb ook in Afrika gewoond. En in het Frans zegt men le mal africain, dat men de ziekte van Afrika meedraagt in een positieve zin. Hoe voelt u aan hoe de zwarte bevolking in Zuid-Afrika jouw stem hoort? En heb je daar reacties op? Sedert 1994 is daar voor de eerste keer in skole nieuwe poëziebundels saamgestel, wat meer verteenwoordigend is. En groot groepe swart kinders woon ook die model C-skole, wat ons sal noem, die voormalige wit skole by. En ek kom skielik agter dat vele swarte kinders het my werk gedoen op skool. Net soos wat ek agterkom dat my kleinkinders doen swart digters se werk ook. So daar's, as ek hoop het, dan is dit hoop op kinders wat besig is om saam skool te gaan, om saam, want ons het niks gehad wat ons bind nie. Ek onthou toe ek een keer in Holland was, dat hulle die top geliefde 50 gedigte of 10 gedigte gekies, en Marsman se daai bekende gedig van hom was nummer 1. En ek het gedink, ons het nie een enkele gedig wat die hele Suid-Afrika voor sou stem nie. Ons het nie geen teks nie. Ons het, en na 94 het ons minstens die Nkosi Sikelel', ons volkslied, en stadig aan begin tekste behoue bly en oorspoel na almal toe. So in daai opsig voel ek deel. En dan ongelukkig het Engels die enigste taal geword met wie ons met almal kan praat. So dis waaroor daar ook skielik 'n sterk vertaling in Afrikaans bestaan van jou goeie skrywers word almal vertaal ook in Engels, sodat jy deel van die geluid van die land kan word. Dat jy daar is, ook teenwoordig en ook werk met die ander stemme. Maar dan kry jy natuurlik jonger, woedende skrywers en wat sê dat
die teenwoordigheid van een wit persoon maak een ruimte onveilig. So daar word letterkundige events gehou wat geen witte mag bywoon nie. Ja, so, en dit is ook ingewikkeld, want die uitgevers is allemaal nog wit, die keerders is allemaal nog wit, die recensente is 80% nog wit. Ja, so, dit is een ongedierige, en hulle het ook die prijse, die literaire prijse, nie in Afrikaans, die is Afrikaans, het soeke fantastische prijse, wat jy kan kry en wat jy... en ook elke courant gee nog recensies. Die Engelse courant het feitelijk omtrent nie meer recensies nie. So jy weet nie lekker wat aangaan in die Engelse courant nie. En hulle die prijse weggevaard, want gee jy die prijs vir 'n blanke skrywer, dan is al die ander kwaad. Gee jy dit vir 'n swart skrywer, is die ander kwaad en sê dit was nie die regtig werd nie. So dis teruggekrimp. Ek dink dat is een prijs in Engels, dat is geen prijs vir poesie omtrent nie in Engels nie. Ja, so dis een... Ons is maar soos altyd nog 'n ongedierige, onstabiele posisie. Wat ek dink gesond is. Ek het dus op een of ander vlak sif dit die kaf van die koring. Nog iemand een vraag? Nee? Oké. Ik denk, Ankie, dat we stilletjes aan kunnen afsluiten. Tot hier dus, dames en heren, deze extra paarse zetellezing. Op 25 november, maar dat is dan 's middags, is Chris de Stoop hier als mijn gast. U bent dan uiteraard ook van harte welkom. Maar ik eindig, zoals u weet, graag met de woorden van mijn gast. Schrijven is ademhalen, een vorm van functioneren. Haal je geen adem... dan ga je dood. Het is de enige manier van bestaan. Ik onthoud bijvoorbeeld ook alleen dat waarover ik geschreven heb. De rest lijkt niet te bestaan. Ik dank u voor uw aanwezigheid vanavond. Nou, dank. Dank u. Ek wil sê haar keuse van gedigte, ek was so bly toe ek dit vanmiddag sien, want van hierdie gedigte het ek nog nooit hardop gelees nie, en party van hulle baie lang klaar, so baie dankie, dit was vir my ook lekker.